ben Linda en ik werk met Suzanne Balk natuurlijk bij het modellenbureau. En ik doe vandaag even de reportage zelf, dat scheelt natuurlijk in de centen. Ik dacht aan een leuke reportage in een sportschool met een geweldig model. Ik heb iemand besteld en ze zal zo wel komen, denk ik. Hoe zit het hiermee? Hallo, daar ben ik weer, Meta. Succes gehad, verleden week. Iedereen vond me gewoon geweldig. Iedereen klampte me aan op straat. En zei, ik vind je zo geweldig, Meta. Iedereen, dat heb ik nooit meegemaakt van tevoren. Meestal moest ik heel erg hard werken, dat mensen me leuk vonden. En nu vond iedereen me hartstikke leuk. Ik heb zo goed gegeten vanochtend dat ik wat in de war ben. Hallo, wie bent u? Denkt u niet dat we genoeg gepraat hebben, mevrouw? Nou, gaat u lekker zitten? Ik krijg er niet meer uit. Ik probeer er wel. Meta, ga even zitten. Meta. Ik hoop het wel, maar ik hoop niemand ziet dat ik een mom ben. Wat ben jij, een mom? Zou niemand dat ziet dat ik een mom ben? Ik hoop het niet. Kunt u nu gaan zitten? Ik heb mijn tanden geflost deze week. Kunt u misschien even die Meta, kun je misschien... Meta, twee benen aan één kant, Meta. Meta, je kunt uw been... Twee benen aan die kant. Tuin. Past u op, het is allemaal net gedaan. Kunt u even nagelepen uit uw haar halen? Nagelepen uit uw haar? Ja, natuurlijk. Oké. Ik heb niet mijn schoenen gekocht. Hoofd naar achter, kin omhoog, neus opzij, schouder omhoog. Waar is het voor, mevrouw? Voor het vakblad. Oh, natuurlijk. Oké, kijk eens maar. Oh, geweldig. Ik zou mijn haar even naar voren doen, dan gaat het wat beter, meer volume. Ja, en kijk je omswoel? Ja, heel goed. Nog één keer opzij. Ja, hallo. Zeg, als ik foto's maak, wil ik ook graag op de foto. Zo. Hoe bedoelt u dat? Dat was het. Oh, dat was het. Nou, geweldig. U ziet er geweldig uit. God, ik hoop niemand ziet dat ik een man ben. Maar ik ben hier natuurlijk eigenlijk voor Archie. Want Archie vind ik zo'n lekker chocolaatje. Ik hoop dat hij nu binnenkomt. Daar heb je Archie. Goedemorgen. Dag, chocolaatje. Kom lekker zitten. Dag, u bent? Ik ben Ray, de sportinstructeur. Ach, Ray, dat is leuk. Ray, heb je even vrij? Ja, dus nou, misschien leuk als jullie even samen even leuk op de foto Hallo? Gaan. Hey. Archie, noem je jezelf Ray? Wat leuk. Ja. Vind je zo leuk? Wat heb je leuke ogen? Dat is zeker een beetje... Kijken. Ja. Wat heb je een leuke neus? Is zeker om mee te snuffelen. Het heb je een leuke mond. Nou. Wat mag lipgloss? Ja, dit werkt. Hallo. Dit werkt natuurlijk niet. Ik ga wel iemand zoeken die heel professioneel is. En zoek het maar uit. Nou. Dat heeft geen zin. Zeg, ik kom even lekker bij hem. Ja, ik moet wel oppassen, Arthur. Want mijn nekje dat doet natuurlijk een beetje last. Zeg, Arthur, je mag één ding niet. Je mag niet in me knijpen. Je mag niet in me knijpen. Oh, wat denk je wat dat gekost heeft? Ik heb zoveel geleden. Zit jij een beetje met de knijpen? Dat had ik niet verwacht. Je weet toch wel dat ik een man ben? Je weet toch wat? Ik ben een man. Je bent een man? Ik ben een man. Hey, nou, dat moet ik niet hebben, hoor. Nou, zeg, dat ene kleinigheidje kan je daar niet tegen. Mismeld dat je bent, mispunt dat je bent. Ja, loop maar weg. Heb ik nou altijd. Eindelijk heb ik een leuke man. Dan vertel ik dat ik een man ben. Weg is het. Weg de grap. Nou. Ik hoop dat volgende week nog eens terug mag komen. Vond het hartstikke leuk weer. Of verleden week wat leuker, maar toen was ik meer op train. Verder wil ik nog zeggen dat... nou, als u nog me wilt schrijven, kan dat. Schrijf me dan leuk. Ik heb verder niets meer te vertellen. Ik vind het leuk dat... Ik ben Jessica. En ik ben een beetje aan het bijverdienen, want... Het is natuurlijk heel belangrijk om een beetje bij te verdienen, want extra centjes is extra leuke dingetjes kopen. En daarom bezorg ik broodjes op bestelling. Die hoeven maar te bellen. En daar is Jessica met de broodjes op bestelling. Ach ja, dit is even... Ik werk ook graag op mijn computer, want ik ben natuurlijk een wereldmeid. Maar dit moet er toch bij om al die computerspelletjes te betalen. Ik krijg ontzettend last van mijn arm alleen al. Oh, het is best vermoeiend. Was dat de bel? Oh, was de deur op, dag meneer. Gaat het? Wat dan? Ja, goed. Jessica, wie bent u? Hey. En u komt voor? Ik kom voor Rick. Voor Rick? Oh, ja. Die is er nog niet. Zou u misschien even op de bank willen plaatsnemen? Tuurlijk. Kopje thee alsjeblieft? Ja, lekker. Melk dat doen we straks. Mm-hmm. Want ik wil eerst even iets over u weten eigenlijk. Wat bent u eigenlijk voor beroep en zo? Ja, ik ben sportinstructeur en ik geef les een beetje boksen, gewicht, even, je kent het wel. Is het niet zo dat sportinstructeurs altijd heel goed kunnen masseren? Ja, heel goed.
Het is namelijk zo dat ik ontzettend last heb van mijn arm, want ik smeer heel veel broodjes, hè? Ja. En ik zit achter de computer. Ja. En het doet zo zeer aan mijn arm. Kunt u eventjes... Nou, ja, kunt u eventjes... Nou. Kunt u eventjes... Ik denk het. Oké. Ja? Oh ja. Voelt lekker? Oh, ja, hoog. Ah, oh, lach. Ah, oh, ja, fijn. Ah, oh, wow. Zodat u even wat met echte massageolie aan de slag gaat. Ja, blijf maar lang. Oh, ik ben helemaal ondersteboven van. Oh. Ja, hè? Nou, kom daar terug, hoor. Jawel. Ja, dat ben ik weer! Oh, ik ben er helemaal klaar voor! Instructeur ben ik. Huh? Ik ben je instructeur, maar hoe je... Oh, instructeur! Ja, ik vond het net zo niet zo goed. Je moet toch een beetje je handen wat hoger houden. Oh, je meent, man? Oh, bocht, die had ik aan te pakken. Je handen, ja, ik zou even uitleggen. Ik ben nou bokser, hè. En ik word gesponsord door Nee, kijk. Ik word gesponsord. En dat is wel leuk, maar Robert wil me gesponsord worden. Maar die andere, weet je wel, die man, die Jeff, die wil het niet. Dat is echt een stomme man. Hé, luister eens. Zie jij van mij even boksen willen leren, weet je wel? Oh, dat moet, weet je wel. Ze hebben hup, onder de gordel, weet je wel. Nee, onder de gordel. Oh, nee, wat okay, moet je doen dan? Gewoon rustig. Lekker je benen gewoon lekker los. Oh, wacht dan. Ja? En ga gewoon goed staan. Ja? Stabiel, dat ik zo, dat je niet dat je blijft staan. Ja, 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 man. Handen omhoog. Ja? En dan gaan we. En moet je kijken daar. Ja. Daar. Oh, man, dat wordt een goeie, man. Kom, man, man. Je bent slap, man. Nou, man. Hij gaat niet kappen, man. Ah, we gaan goed hoor, zo, die training. Ik heb hartstikke fijn, zo. Ik geloof dat er iemand binnenkomt. Hij. Oh. Wat ga door, man. Wat is hier dan? Ze zijn me dicht omheen. Ik heb net een lekker flesje massage. Maar ja, ik moet er natuurlijk even tussen beiden komen, want ruzie om mij. Dat is niks gedaan. Ik moet geen ruzie maken. Hé, hey, wacht eens even. Wat is er gebeurd? Mijn vriendin Tinnetje Jessica op de grond. Oh. Jessica, wat is er met je haar? Dat is één. En twee is... Kom je nog wel bij? 9. 8. Ietsje sneller. 7, 6, 5, 4, 3, 7. Gaat-ie? Oh nee. 5. Oh nee. 4, 3, 2, 1. Out. Jessica, heb ik nog gedaan? Oh nee. Ik neem een broodje.